Professor Dame Gillian Beer heeft als creatieve denker haar gelijke niet. Ze is dus heel terecht door de Britse koningin in de adelstand verheven op basis van haar literatuurwetenschappelijk onderzoek. Dat is heel uitzonderlijk. Zij heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van literatuurwetenschappelijk onderzoek, omdat zij met haar meest bekende werk de literatuurwetenschappen heeft opengetrokken naar andere innovatieve wetenschappen uit de 19e eeuw. Dus met haar werk over 19e-eeuwse roman heeft ze aangetoond wat de invloed was van Darwin's evolutietheorie op die roman. Dus zij heeft heel erg haar stempel gedrukt op vernieuwd literatuuronderzoek. Maar tegelijk is ze ook zeer sterk in de maatschappij betrokken. Onder andere door een netwerk te vormen van eigentijdse auteurs rond zich, door die te stimuleren en te inspireren. En anderzijds door ook als jurylid op te treden voor belangrijke literaire prijzen, waar ze innovatief jong talent steunt en daar een punt van maakt. Dame Gillian is eigenlijk een superrolmodel voor de jonge vrouwelijke collega's in academia, omdat ze het werkelijk gemaakt heeft op alle gebieden. En ik zou hen ook willen zeggen dat haar voorbeeld te volgen in de zin dat zij dus erin geslaagd is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te combineren met een sterk maatschappelijk engagement. En dat dus ook binnen een netwerk van collega's en auteurs die elkaar stimuleren en die solidair zijn met elkaar.